Yo, kijk, we zijn hier op TV, we zijn nu alleen in Final Fantasy 3. We gaan weer heel mooi verder waar we vorige episode gebleven waren. Nu hebben we het Gone Fishing. Op de klopt de audio dit keer wel. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Oké, iemand gaat oefening dood voor oortje doen. Voor naadsporten. Nou, maar goed dat ik een politieauto heb. En een paar sirenetjes aan en dan gaat het even. Ik heb gewoon lekker hard bij, jongen. Waar ligt die politieboot eigenlijk? Daar. Andere kant van het water. Seriously. Oké. Een stukje die dat op. Nou, sirenen zijn niet nodig hier. Ofwel dan, jongens. Dus auto maakt al. Ja, die moet vast zichzelf. En ik had groen licht, jij niet. Motorklep dicht. Ik zeg dicht. Nou, laat hem dan maar open. Oeps. Klakson. Normaal is het echt gewoon altijd remmen. En in deze game is spatie remmen. Handig. Oh, loading screen. En beneden ligt een boot, alleen moet ik daarbij komen. Wat gebeurt er daar? Ik heb niet extra geld. Nee, dus. Lijkt me weer sirenes uit, heb ik toch grappig. Op. Piltje op. Hier, extra health ligt hier. Even kijken. Hoe ga ik hier nou aan de overkant? Hier aan de overkant van het straatje komen. Zo, via de auto en dan. Water. Eng. Ik weet dat het achter de pier is, maar ik weet niet hoe ik er moet komen. Zou dit goed gaan? Of kan ik zien hier achter? Ik heb een heel erg logisch lijkt. Hier. Hier ga ik dus langs. Wauw, dat wist ik niet. Beam. Ik hoef niet eens te reloaden. Ook echt super chill. Oké, wat voor wapens heb ik er nog meer? Sniper. Dat is een beter wapen. Dit is ook een goed wapen. Kom even netjes zo lopen. Wow, best tekstjes ooit. Hier naartoe. Get to the lighthouse. Ik weet god niet wat het is. Maar we gaan er gewoon heen. We gaan gewoon kijken. Ik heb niet heel veel kogels eigenlijk. Oh, never mind. Ik heb wel meer kogels dan ik had verwacht. Come on, let's go, do it. Atlantic White. Kom jongen, we gaan kogeltjes rapen. Als jullie er 10 zoeken, hier in het water, en ook 10 vinden, dan kunnen wij allemaal een koekje. Goeie deal? Lijkt me toch wel. Oké, hier moet ergens die klootzak zitten. Als dat we gaan vissen. Boom. Wow, prachtige visjes. Oké, hier in ieder geval wel een klein beetje damage.
gaan zo wat de klippen rijden. Ah jongens, ik heb zo wat de klippen gewerkt. Op zich ook best wel een vrij goede prestatie. Ik moet hier gewoon suicide plegen. Kan ik mijn boot nog enigszins loskrijgen? Ja, kom aan. Mooi, ik kan mijn boot nog los. Ik kan gewoon mooi dat ik gewoon door blijf vliegen. Vliegen, daar. Dus, dit is dus letterlijk een spreekwoord op de klippen lopen. Oh, dat die packages kun je oppakken. Maar nee dus. Heel die boot doet best wel wat damage. Oeh. Daar heb je hem weer. Zo'n leuke bootje. Kom op, doe eens dood. Doe dood. Ik zeg niet, doe reload. En doe gooi. En doe dood. Kom maar. Eén kogel. Hij is zo lek als zijn eigen oliedrum. Maar er waren er zelfs twee. Oké, die is dood. Het is echt een manier hoe ik eigenlijk verwacht had. Maar hij is dood. Die boot doet ook een kiboep. Zo niet, dan hebben we nog steeds bewijs ervoor dat wij het geweest zijn. Oké, even kijken. Waar ben ik trouwens? Zie daar iets om mee te rijden? Die trailers kunnen dit toch niet meenemen. Dat zou ook niet echt logisch zijn. Kijk, daar met de vrachtwagen. Jammer weer dit. Ik kan zo'n zeecontainer achterin laden. Klein beetje extra. Kogeltjes of geld. Wat is dit voor een slome truck? Jezus Christus. Mijn oma was nog stemmen. Ik ben haar scootmobiel. Klop. Ik zie hier al sneller de auto staan. Even doorheen springen. Oh, mooi pak. Jongens, denk maar nou, waarom is dit gebouw zo klein? Kijk eens. Het gebouw is gewoon zo klein. Die auto is gewoon groter dan het gebouw. Wait, what? Oké. Dat is op zich best wel raar. Hierachter hebben we dus een D staan. Ik weet niet precies waar het is. De andere kant van het water of is het deze stad? Dan voor mij de andere kant van het water. Ja, uiteraard de andere kant van het water. Ga naar de goede kant. Wow, wat is dat voor een rare auto? Nee, we gaan hier op twee wieltjes rijden. Dat mag jij niet. We gaan een kat maken, dan gaan we naar. Oh, deze misschien een casino. Zou dat best wel eens kunnen, ja. We gaan weer richting R. Waar we dus de volgende episode weer een missie gaan doen. Dus laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.